Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza van 22 december. We beleven de letterlijke donkere dagen voor kerst. Op de kortste dag van het jaar is het grotendeels bewolkt geweest en volgens mij heeft nergens de zon geschenen. Op de satellietfoto's zien we ook heel veel bewolking boven Nederland. Uit die wolken viel soms een druppeltje motregen. Hoeveelheden waren klein, maar het was soms toch wel wat druilerig. Temperaturen waren zeer hoog, 11 tot 13 graden. Diverse meetpunten van het KNMI hebben de hoogste temperatuur van deze datum gemeten sinds die meetstations zijn begonnen. Maar dat is soms sinds 1990, dus niet al te lang. Kijken we naar de weersituatie, dan zien we dat we te maken hebben met een straffe westelijke stroming. Er ligt een front ten noorden van ons en dat front dat slingert daar een beetje en blijft daar ook min of meer liggen voorlopig. Ook morgen dus, pas in de loop van woensdag zien we dat het front ons land passeert en dat de regen van noordwest naar zuidoost trekt. En dan krijgen we te maken met een weersverandering. Die weersverandering die levert minder wind op en meer zonneschijn en dat dan tijdens de kerstdagen. Let ook even op waar het neerslaggebied ligt als we hier op de kerstdag zijn. Even kijken waar mijn potloodje is. Daar bereikt de neerslag bijna de Alpen en dat betekent dat het daar gaat sneeuwen. En die neerslag die gaat samen met koude lucht, waardoor het gaat sneeuwen tot in het laagland. Goed nieuws lijkt me. Maar eerst voorlopig nog even genieten in de Alpenlanden van hoge temperaturen en volop zonneschijn. Op de hoge pistes, boven de 2500 meter, zijn de omstandigheden vrij goed. Al kan de sneeuw wel wat ijzig zijn af en toe. In het laagland is het eerder lenteachtig dan winters. Geldt ook dus voor woensdag, ook dan nog volop zonneschijn. Maar zoals al gezegd, in de nacht van woensdag op donderdag neemt de bewolking toe. En daarna komt de sneeuw. Geen grote hoeveelheden. Aan de noordzijde van de Alpen gaat zo'n 10 tot 20 centimeter vallen. En het wordt kouder, dus de sneeuwkanonnen kunnen de pistes wit gaan maken. Bij ons ook nog hoge temperaturen. Vanavond 11 à 12 graden. En ook nog steeds die stevige zuidwestenwind. Windkracht 5 à 6 boven land. Aan zee windkracht 7, soms windkracht 8. En in de kustprovincies nog steeds rekening houden met zware windstoten. Er valt af en toe wat regen of motregen. Hoeveelheden zijn meestal vrij klein. Geldt ook voor de nacht. Er gaat een graadje van de temperatuur af. Verder verandert er eigenlijk niets. En als we dan naar morgen overdag kijken, ja, dan hebben we ook weer dezelfde temperaturen. 11, 12 graden. Ook nog steeds die stevige wind. In de middag neemt de wind heel iets af. Maar morgenavond neemt hij alweer in kracht toe. Veel bewolking dus. Morgen af en toe wat lichte regen. En pas woensdag krijgen we een weersverandering. In de ochtend is het dan bewolkt. Regent het van tijd tot tijd. En in de middag breekt vanuit het noorden de zon door. En dan wordt het allemaal wat beter. De wind gaat afnemen en de temperatuur daalt iets. Die opklaringen bereiken Limburg pas woensdagavond. Daar dus nog een grijze, natte dag. En dan komen we bij de kerstdagen. De donderdag hebben we te maken met een wind uit west tot noordwest. Niet meer uit het zuidwesten. De aanvoer van zachte lucht is dan ook voorbij. Het wordt 7 à 8 graden, maar de atmosfeer wordt flink kouder. Er kan een enkel buitje vallen en misschien zit daar zelfs een vlokje natte sneeuw of hagel bij. Hier en daar dus iets wittigs, maar van witte kerst is echt geen sprake. 6 tot 8 graden 's middags. Donderdagavond en in de nacht naar tweede kerstdag gaat het opklaren. Dan wordt het koud, met temperaturen dicht bij het vriespunt, zou het lokaal glad kunnen worden. En tweede kerstdag hebben we dan prima weer te pakken. Flinke zonnige periode, heel misschien in het noorden een buitje. En temperaturen van 4 graden in Limburg tot 7 aan zee. De wind is ook op zijn rustigst vrijdag met windkracht 3 tot 5. Dan nog even de verdere vooruitzichten. Nou, de weersverwachting voor de periode vanaf zaterdag is zeer onzeker. Heeft te maken met een stormdepressie op de Noordzee. Ik heb daar een uitgebreid verhaal over geschreven op weerplaza.nl. De koers van die stormdepressie is nog steeds onzeker. Misschien trekt hij naar het midden van Scandinavië vanaf Schotland. Maar misschien trekt hij ook wel van Schotland naar ons land of naar het westen van Frankrijk. Richting ons land en Denemarken, dat lijkt de grootste kans. Dat levert wisselvallig weer op. In het weekend kans op veel wind en ook kans op temperaturen onder nul. Maar de grootste kans op vorst is in de nacht van donderdag op vrijdag, dus van eerste naar tweede kerstdag. Kijken we nog even naar de sneeuwkansen, dan zien we dat er zaterdag heel misschien sneeuw gaat vallen. Dat geldt vooral voor de oostelijke helft van het land. Zondag is er ook nog wel kans op wat sneeuw. Daarna wordt het waarschijnlijk grotendeels droog en dan is de kans op sneeuw uiteraard ook kleiner. We gaan het rustig afwachten. Tot de kerst is alles duidelijk. Na kerst nog één groot vraagteken. Komen we morgen op terug. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.